weinig momenten zijn zo vreugdevol als de dag waarop een baby het levenslicht ziet. Maar in 40 landen ter wereld heerst een gevreesde ziekte, waardoor vreugde snel in tragedie kan omslaan. Tetanus is zo oud als de mensheid. In het Oude Testament wordt er naar verwezen als de dood van de zevende dag. Deze ziekte neemt op vrede en snelle wijze kinderen van hun ouders af en rooft moeders van hun gezinnen, allemaal in de eerste week van een baby's leven. NMT ontstaat wanneer sporen van de tetanusbacterie, die overal in de grond voorkomen, in contact komen met open wonden tijdens de bevalling. De dood door tetanus is pijnlijk. De baby krijgt vreselijke stuiptrekkingen en wordt extreem gevoelig voor licht en aanraking. De ziekte treft de armste der armen, mensen die geografisch moeilijk bereikbaar zijn en vaak geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Maternale en neonatale tetanus, oftewel MNT, claimt jaarlijks het leven van bijna 100.000 baby's en hun moeders. Als moeder kan ik me niet voorstellen dat ik een kind 3, 4 dagen bij me heb en dat het daarna sterft. Tragischer is, deze sterfgevallen zijn totaal onnodig. Al jaren bestaat er een betaalbaar vaccin dat tetanus bij moeders en pasgeborenen kan voorkomen. Het is onacceptabel dat een ziekte die uit de geïndustrialiseerde wereld is verdreven, in ontwikkelingslanden blijft heersen, terwijl wij een oplossing voor handen hebben. Toen de burgeroorlog in Angola uitbrak, was Lucinda Pedro gedwongen haar dorp te ontvluchten. In een vluchtelingenkamp bij Luanda schonk zij het leven aan haar zoon, Alfonso Domingos. Direct na de geboorte raakte zijn navelstreng geïnfecteerd en verschenen de dodelijke symptomen van tetanus bij moeder en kind. Duizenden kilometers daarvandaan zitten andere ouders in angst, terwijl artsen voor het leven van hun zoon Mamouche vechten. Zijn moeder, Itanes Passé, was nooit gevaccineerd, omdat zij in een afgelegen en moeilijk bereikbare streek van Ethiopië woont. Onderwijs, voorlichting, hulpverlening en massale vaccinatiecampagnes zijn cruciaal. Zelfs in zeer afgelegen plattelandsgebieden organiseert UNICEF het transport van vaccins met alle mogelijke middelen om iedere volwassen, vruchtbare vrouw te bereiken. Ook de moeders zetten zich in. Ze lopen mijlenver om de vaccins te ontvangen die het leven van hun toekomstige kinderen kunnen redden. UNICEF leidt ook traditionele vroedvrouwen op om te werken in veilige bevallingspraktijken en reikt geboortekits uit om te voorkomen dat tetanus nog meer levens eist bij moeder en kind. Er is geprobeerd tetanus bij moeders en pasgeborenen te bestrijden, maar iedere 9 minuten sterft er nog steeds een baby door MNT. Dat zijn 160 gezinnen per dag die hun kind nooit zullen zien opgroeien, zien spelen, zien leren of zien lachen. Maar nu slaan Kiwanis International en UNICEF de handen ineen. Wij hebben een unieke samenwerking ontwikkeld, het Eliminate-project. Dit project maakt een einde aan tetanus bij moeders en pasgeborenen. De inzet, visie en het bereik van de Kiwanis, samen met de expertise van UNICEF, is een sterke combinatie om onbehandelde gezinnen te bereiken en gezondheidszorg toegankelijk te maken. Stel, dit is je eerste zwangerschap en je ontvangt 3 vaccins. Dit biedt je voldoende bescherming en je geeft immuniteit door aan je baby. Die kan overleven. De ziekte is zo overdraagbaar, maar kan gemakkelijk voorkomen worden. We beschikken over het ultieme wapen tegen deze dodelijke ziekte. Een veilig en efficiënt vaccin. 1 inenting tegen MNT kost slechts 60 cent. Er is alleen een laatste zetje nodig om de ziekte van de aardbodem weg te vagen. En al deze baby's en moeders te redden die nu nog zinloos sterven. Een ziekte kan wereldwijd geëlimineerd worden. En in de 40 landen waar MNT nu nog woedt, zullen er duizenden kinderen zijn die in leven kunnen blijven. UNICEF en Kiwanis hebben een gemeenschappelijk doel. Dienstbaar zijn voor alle kinderen van de wereld. De samenwerking tussen Kiwanis en UNICEF is precies het strategische initiatief dat nodig is om baby's en moeders te redden en het tragische verlies van mensenlevens te voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat het Eliminate-project duizenden levens kan redden. Het Eliminate-project zal geschiedenis schrijven.
129 miljoen moeders en hun baby's lopen nog steeds het risico in 40 landen ter wereld. Maar dankzij het Eliminate-project kunnen deze levens gered worden. Ik ben erg trots op mijn bijdrage aan dit project. Ik heb de tastbare resultaten van onze inspanningen gezien. Ik zie moeders uit ziekenhuizen komen. Ze zijn zo blij dat ze dit voor hun kinderen kunnen doen. Daarom beschouw ik mijn bijdrage als een echte kans. Ik ben heel blij dat ik dit doe. Geen gezin zou ooit de verschrikking mogen meemaken dat je een kind of moeder aan tetanus ziet sterven. En nu Kiwanis en UNICEF de handen ineens slaan om tetanus bij moeders en pasgeborenen te elimineren, hoeft binnenkort geen enkel gezin dit te doorstaan.